Sinds de vorige eigenaar gestopt is met de buurtsuper, was er eigenlijk geen winkel meer op Alverna waar men de dagelijkse boodschappen kon halen. Er zijn verschillende acties geweest om weer een supermarkt in het dorp te krijgen en inmiddels is het dan zover. In het bekende Witte Huis is momenteel een combinatie van een buurtsuper, een koffiehuis en een kringloopwinkel gevestigd. Het is meer geworden dan alleen een buurtsuper. Met boodschappen, mensen konden nergens mee naartoe. Of ze waren verplicht om naar Wijchen te gaan. Uh-huh. Maar hier in de buurt was helemaal niks. Nou, we hadden ook een werkteam wat zijn best gedaan heeft om zoiets van de vloer te krijgen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Een combinatie van inderdaad buurtsuper, kringloopwinkel met een combinatie van ja, lunchroom, koffiehuis. We hebben heerlijke koffie met wat lekkers erbij. Ja, het ziet er fantastisch uit. En inderdaad voor de lunch, we zijn lekker aan het eten nou. Voor de bewoners van het verzorgingstehuis dat in de buurt ligt, is het een welkome wandeling en ontmoetingsplek. Verzorgingshuis merken we dat die heel veel langskomen. Dus we merken wel dat die er heel veel gebruik van maken. Die komen hier ook uit de buurt. De andere mensen gaan toch wel vaak of naar een Albert Heijn of naar een grote concern. Je merkt het echt dat de mensen ook elkaar gewoon weer hier, laten we zeggen, meeten. En ze komen bij elkaar, gaan ze even een praatje maken. Er ligt een krantje op tafel, ze kunnen even een krantje lezen. Buurtsuper, koffiehuis en ook de kringloop is een trekpleister. Ook zeker voor de kringloop. Ja, even kijken wat ze allemaal hebben, of er leuke spullen tussen staan. En het verandert natuurlijk regelmatig, dus dat is wel leuk om te zien. We kiezen bewust voor ruim, ruim opzet, voor dure dingen, maar ook goedkope dingen. Dus je kunt 50 cent besteden, maar je kunt ook €200 besteden. Jong en oud zie je in een kringloopwinkel, dat levert mooie verhalen op. Nou, bijvoorbeeld een hele oude typemachine. En dan gaat oma uitleggen van nou, wat jij nu op de iPad doet. Dat deed je oma vroeger op de typemachine. En dan zie je die kinderen echt kijken van, waar heeft oma het over? Maar gewoon, als je dat op de achtergrond dan aanvaardt, dan krijg je gewoon een heel fijn gevoel omdat het voor jong en oud is. Deze combinatie van super, koffiehuis en kringloop zou ook in andere dorpen een mooie oplossing kunnen zijn. Er is al wel vraag naar. Ik heb er wel wat vragen gekregen, want ze vinden het allemaal geweldig. Maar omdat ik het liefst zelf er wil zijn en de service te bieden en met de klanten te praten en dat soort dingen, dus is het lastig. Ik kan me niet overal, laten we zeggen, bieden. Dus ik hoop in de toekomst dat we dat wel kunnen doen. En iedereen praat erover. We zijn dus met z'n allen enthousiast.